in Lansingerland in zicht. Sprookjesavond bij de Ronde Tafel. Ingetogen Passion in Blijswijk. Lansingerlandgenoot Arie Zeelenberg met melkbus Meermans. Maar nu eerst een nieuwe lente, een nieuwe sound bij Concordia. Lansingerland was uitgelopen voor het jaarlijkse lenteconcert van Concordia en de Melanie Percussie Band. Dit jaar voor het eerst in de hal van het gemeentehuis. Het thema Op Hollandse Tour. Een feest om aan mee te werken. Dat is bizar. Ik heb al vaak met slagwerkers mogen zingen. We hebben best wel kort met elkaar samen gerepeteerd. Dus heel veel los van elkaar. En vandaag viel in één keer alles samen. Dus gewoon, ja, dat is heel fijn om te merken. Gouden oude vertrouwde nummers kwamen aan bod, maar ook meer recente pareltjes, zoals Waves van Mr. Props en de Songfestivalhit van The Common Limits. Calm After the Storm. Ik krijg altijd kippenvel als een orkest begint te spelen. Dus dat is wel echt heel erg leuk om te doen. En verder... Ja, alle optredens zijn zo anders. Dus wat dat betreft is dit dan wel weer een bijzondere ervaring. Voor de mensen in de zaal een feest der herkenning. Soldaat van Oranje. Ooit voor de gelijknamige speelfilm gecomponeerd door Rogier van Otterlo. Maar nu vooral bekend van de succesvolle musical. Dit concert wat we vanavond geven is één keer per jaar. Dat noemen wij ons jaarlijkse lenteconcert. Dan proberen wij ons echt groots te presenteren. Met zowel de Melody Percussion Band als het orkest. En proberen we ook heel vaak een zanger, zangeres uit te nodigen. En dit is echt ons jaarlijkse grote concert, zeg maar. Ik speel baritonsaxofoon al nu 7 jaar, denk ik. En daarvoor 30 jaar bugel gespeeld. Dus ik ben eigenlijk vanaf mijn 8e ben ik hier al bezig met muziek maken. Veel Hollandse komen niet. Zonder muziek kunnen we niet. Ik vind het zo leuk allemaal. Ik heb zelf getrommeld, ik vind het geweldig. Voor herhaling vatbaar. Het publiek stond op de banken en het dak van het gemeentehuis kreeg het zwaar te verduren. Het smaakte naar meer, maar... Even een jaartje wachten. Goede Vrijdag staat voor een jaarlijkse traditie. De stille kruistocht als onderdeel van het passieverhaal, gelopen door het centrum van Blijswijk. Het is de nagedachtenis aan het sterven van Jezus Christus aan het kruis. En nu de optocht is in feite de tocht die Jezus ook met het kruis gemaakt heeft. We hebben er heel veel aan gedaan. En meer nog eigenlijk als andere jaren. Ik heb altijd hoge verwachtingen met het koor. En het moment van de uitvoering zal het waar moeten maken. Ze zijn allemaal er klaar voor, zoals ze dat dan zeggen. En ja, ik denk dat het wel goed komt, ja. Deze editie van de kruistocht eindigt bij de Rooms-Katholieke Kerk. Op die plek vieren de deelnemers de herrijzenis van Jezus Christus met vertellingen en zang. Ik denk dat je die boodschap op een heleboel manieren kunt vertalen. Je kunt het vertalen als een boodschap van liefde, een boodschap van hoop, een boodschap van nieuw begin. Het verhaal is, laat zien dat het dood en lijden niet het laatste woord hebben. Nou, op die manier kun je zeg maar, alles wat een beetje tegenwicht van licht biedt tegen het duister. Ik denk dat dat mooie vertalingen kunnen zijn van het paasverhaal. Het is niet een heel simpel verhaal, want het is best wel moeilijk om te begrijpen. Maar ik denk dat het aan de andere kant juist ook al die lagen heeft van hoop en liefde en zo. Het lijkt wel of het meer dan anders is. En aan de andere kant moet je ook zo reëel zijn. Vorig jaar gebeurde er ook van alles voor het Pasen werd. Nu is het wel heel dichtbij gekomen door Brussel. Dus ik vind dat...
het komt ook bij mij harder binnen. En dat ik denk van wow, we hebben het nog harder nodig om te beseffen van nou, kwaad wint het niet, dood wint het niet. En we gaan voor een heel ander verhaal met elkaar. En we kunnen de wereld ook een ander verhaal maken met elkaar. En misschien is dit wel het moment om daar ook bij stil te staan. Met een eigen uitvoering van het prachtige lied Stil in mij van de in dit verband wat ongelukkig genaamde popgroep Van Dikhout kregen de aanwezigen alle gelegenheid tot ingetogen overdenkingen en bezinningen. De passie in Bleiswijk. Ook dit jaar weer om stil van te worden. Mijn naam is Arie Zeelmerg. Mijn beroep is vrachtwagenchauffeur. Of eigenlijk transportondernemer eigenlijk. Van een klein bedrijfje. Samen met mijn zoon. Wat ik nu doe eigenlijk, dat is eigenlijk voortgekomen. Want we hebben een bedrijf wat al heel lang bestaat. En dat bestaat sinds vorig jaar 125 jaar. En dat is eigenlijk begonnen met het vervoeren van melk. Van melk vanaf de boer naar de melkfabriek. En dat heeft zo'n 110 jaar geduurd. De melk heeft gelopen tot het jaar 2000. Hebben we de melk vervoerd en dat is toen gestopt omdat er eigenlijk hier in de buurt zit eigenlijk geen boer meer die koeien melkt. De hobbyauto van mij. Dat is een Chevrolet uit 1956 is het. Een 6500 DP. Dit onderstel is een brandweerwagen geweest uit de gemeente Loppersum in Groningen. Ik heb hem eigenlijk gekocht als cabine met chassis, met de onderkant. En ik heb later met veel familie en kennis hebben we de laadbak erop gebouwd. Een aantal melkbussen gekocht, één voor één, wel eens twee tegelijk, ook wel eens wat meer. Maar het gros eigenlijk via Marktplaats gekocht. Nou, hier hadden we het over de 6-cylinder benzinemotor van Chevrolet, watergekoeld. Ja, het mooiste van deze auto is natuurlijk om ermee te rijden. Nou, dan hebben we hier het oude verhaal en het nieuwe verhaal. Hier verdienen we tegenwoordig onze boterham mee. En daar deden we het vroeger mee. Het leven is een sprookje. Dat is het thema van het feest van dit jaar van de Ronde Tafel van Lansingerland. En Roodkapje, wat heb je eigenlijk in je mandje zitten? Nou, ik heb hier allemaal koekjes om uit te delen. Maar eerst ga ik met de voorzitter spreken. Want er wordt natuurlijk geld ingezameld voor goede doelen. En wat die goede doelen zijn, dat gaan we horen. En we gaan gewoon eens even kijken hoe gezellig het is. Ga je mee, Roodkapje? En gezellig was het zeker. En het aanzien waard. Schitterende creaties brachten vele sprookjes tot leven. Stoere indianen, roodkapjes, sneeuwwitjes en onwerkelijke schoonheden. Dat belooft dat voor de outfit van de voorzitter van de Ronde Tafel. We organiseren dit feest met z'n allen. En dat doen we voor drie goede doelen. De Argonauten, Stichting Bond en de 3B-bus. We halen 30.000 euro op, dus alle drie krijgen ze 10.000 euro. En de Stichting NSGK die doet dan nog de gift aan Stichting Bond verdubbelen. Dus die krijgen 20.000 euro, dus in totaal 40.000 euro moet opkomen. Een astronomisch bedrag dat de feestvreugde alleen maar aanwakkerde. In deze droomwereld leek alles anders. Zelfs de allerkleinste hadden het reusachtig naar hun zin. We hebben wel een hele grote dwerg. Grote kabouter, hè? Grote! Oh ja.
beetje dwerg. Hè? Maar soms blijken sprookjes echt te bestaan. It's a celebration. 10.000 euro voor de avond. Voor de privébus hebben we een check. Ook 10.000 euro. Voor Stichting Bolte 10.000 euro opgehaald. En de Stichting NSGK verdubbelt dat. Dus bij deze overhandigen. Stichting Bond is een stichting voor jongeren met een ernstig verstandelijke beperking. En wij bieden hen begeleiding. En wat gaan jullie met geld doen? Een Bondbus kopen. Dat is een 9-persoonsbusje. Zodat onze jongeren kunnen halen van school naar huis kunnen brengen. Dat soort zaken. Jammer voor Assepoester dat ze het feest om 12 uur moest verlaten. Want vanaf middernacht ging het echt los. De mannen van de ronde tafel hadden het prima voor elkaar. En over 1001 nachten staat het volgende feest op het programma.